Wijkkliniek is ontstaan uit een onderzoek wat we eerder gedaan hebben, waarin we zagen dat als mensen in een ziekenhuis worden opgenomen, en dan met name kwetsbare ouderen, dat ze heel vaak fysieke beperkingen hadden na ziekenhuisopname. Dus 1 op de 3 mensen kan niet meer goed wassen, lopen, aankleden als ze uit het ziekenhuis komen. We zagen ook dat 1 op de 5 binnen 30 dagen weer terug is in het ziekenhuis. En we zien ook dat 1 op de 5 binnen een korte tijd na ziekenhuisopname is overleden. Wat we hier in de wijkkliniek doen is heel veel aandacht ervoor hebben van wat is er in die thuissituatie nodig nadat iemand echt ziek is geweest. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat die impact zo minimaal mogelijk is. Dus als mensen weer thuiskomen, dat ze die dingen kunnen blijven doen die belangrijk voor ze zijn en ook een goede kwaliteit van leven ervaren. Cordaan heeft een samenwerksverband opgezet met AMC. En wij als Cordaan zijn er voor veel ouderen in de stad. En onze visie is vanuit Cordaan om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig veilig thuis te laten wonen. Dit project is mogelijk gemaakt door de financiering van het Zilveren Kruis. Zij helpen ons ook met het meten daarvan. Zodat dit concept, de wijkkliniek, straks ook in heel Nederland ingezet kan worden. In het ziekenhuis is veel gericht op juist alleen ziekte. En je merkt dat je toch een andere cultuur en een mindset nodig hebt om ook echt te werken aan herstel en revalidatie, dat mensen zelfstandig naar huis gaan. En omdat wij echt hier fysiek de samenwerking hebben tussen de cure en de care, is die transitie naar huis ook veel beter. Wat ons echt onderscheidt van een ziekenhuis, is dat we hier heel erg op de patiënt gericht zijn met hoe gaat het herstel het makkelijkst. Dit project is opgezet met het idee de opnameduur kan variëren tussen de 10 en 14 dagen gemiddeld. We hebben nu na 350 opnames hebben we een gemiddelde opnameduur van 7 dagen. En dat is gewoon veel lager dan wij verwacht hadden. Wat ik zie in een ziekenhuizen is een patiënt wordt met een ziekte opgenomen, bijvoorbeeld een longontsteking, wordt daar ziek van, krijgt de antibiotica voor en herstelt. Maar in die tussentijd is hij in bed blijven liggen. Is hij minder gaan eten, want het eet niet lekker in bed. En is hij dus algeheel eigenlijk heel erg afgezwakt. Als hij dan weer met ontslag naar huis gaat, is de longontsteking hersteld. Maar algehele zwakte en wat vergeetachtig. En binnen 2, 3, 4 weken valt hij een keer en komt hij weer terug op de spoedeisende hulp. En wat er bij ons gebeurt, is dat we van dag 1 bezig zijn met mensen uit bed, eten, familie uitleg geven, activeren en dergelijke. In een prettige omgeving waarin dat ook heel goed kan. Waardoor we eigenlijk patiënten niet zo'n diep dal in zien gaan. Ze gaan veel minder diep dal in en ze komen er ook makkelijker uit. We hebben allemaal 1-persoonskamers, waardoor mensen veel minder prikkels krijgen. Waardoor kwetsbare ouderen die al ziek zijn en daarbij dus ook nu nog een ziekte krijgen, een somatische aandoening zoals longontsteking of een urineweginfectie, die hebben veel meer kans op delier. En doordat we de prikkels wegnemen, doordat ze allemaal 1-persoonskamers hebben, krijgen ze die prikkels niet en zijn ze veel minder snel in een delier. We gebruiken hier in de wijkkliniek de Early Sense. Dat is een sensor die je onder het matras legt en die monitort een aantal dingen, hartslag, ademhalingsfrequentie en ook de motorische onrust van mensen. Het grote voordeel voor ons is dat we veel beter kunnen aanzien komen dat mensen verslechteren. Dat is belangrijk hier omdat we ziekenhuiszorg bieden, maar niet de faciliteiten van het ziekenhuis hebben. 'S Nachts bijvoorbeeld kan een verpleegkundige op afstand zien alle patiënten liggen in hun bed te ademen. Je hoeft dus niet iedere kamer door om te kijken, gaat het goed met mijn patiënt? Je weet dat het goed gaat met zijn patiënt. Wij hebben heel veel patiënten die vergeten te bellen als ze naar de wc moeten en die dan wel eens willen vallen. Dat kan je hiermee helemaal voorkomen. Als mensen bijvoorbeeld in de war zijn of niet lekker zijn, dan kunnen we de early sense zo instellen dat we de valpreventie erop zetten. Als iemand uit bed stapt, nou, dan gaat hij af. En als je dan op 2 etages zit en je zit bijvoorbeeld op de 2e etage en iemand komt uit bed, dan wil je dat wel meteen weten. En dan krijgen we dat op onze pieper en dan rennen we meteen naar beneden. Dus dat zorgt ervoor dat we echt heel veel val tegen zijn gegaan ook. Een van de projecten die ik hier heb kunnen begeleiden is het Early Sense project vanuit Devices for Care. Ik geloof heel erg in continue data. Eigenlijk zien wij vaak 1 momentopname van een klant. Terwijl je moet het totaalbeeld zien, hoe het met iemands gezondheid gaat. En het past ook in de visie vanuit Cordaan. We investeren in technologie, we investeren in innovatie. En we geloven ook echt dat dit de doorontwikkeling wordt van de zorg. Ik denk qua concept dat wij als Cordaan heel trots mogen zetten dat we echt een gefundeerd ander nieuw zorgconcept neerzetten. En wij hopen ook gewoon dat dit in de toekomst de resultaten het echt bewijst dat het effectief is.
En dat we dit ook kunnen gaan uitbreiden. Ik had al heel groot vertrouwen in het concept wijkkliniek, dat we dat van de grond zouden kunnen krijgen. En het is een groter succes dan ik had durven dromen.